Ja, we hebben een pakketje binnen. Eigenlijk rauw, zeg maar. En die gaan we eventjes voor jullie gezellig openmaken. Ja. Ja. En dan? We zijn weer eens in Den Helder. En als het goed is, is mama bij de kapper. Ik zou daar naartoe gaan. Dus, ik ben ook onderweg die kant op. Ik ben benieuwd of ze er nog is. Ik had haar al gebeld, maar ze neemt niet op. Hoe toevallig. Allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 4 november 2022. En het is nu bijna 9:30 in de ochtend. En ja, ik ben dus nu even onderweg richting Schiphol. Om even iemand even op te halen. Dus wij wensen jullie gewoon, zoals altijd, heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, we hebben een pakketje binnen. Eigenlijk rauw, zeg maar. En die gaan we eventjes voor jullie gezellig openmaken. Ja. Zo. Daar hoef ik me geen zorgen meer over te maken. Hé, hoe toevallig. Ja. Is het breekbaar trouwens? Ja, het is breekbaar. Oh, het is breekbaar. Niets ervoor gebruiken. Nee, oké. Okay. Nou ja, wil je zelf openmaken of moet ik hem openmaken? Nee, ik kan. Oké, wacht even. Kijk. Open ritselen. Ritselen namelijk. Handig. Hier. Ik ga jou eens even lekker openmaken. Is leuk. Doe het open. Ja. Dat is ideaal. Hoop ik. Doe hem anders eventjes een beetje op je schild. Kom. Dat is een stukje naar achter als je wil. Dan. Kijk, dan kan ik zoveel misbruiken. Ja. Gele en rooi, oh nee, geen rooi. Oké, okay, dat is een... Nachtkijker. Nachtkijker, oké. Okay. Handig. Er zit ook een interface aan vast. Ja. Begrepen, dat je er foto's mee kan maken. Dat. En natuurlijk ook de handleiding. Mm-hmm. Ja, die hebben we even nou niet nodig. Dat kan altijd niet later. Zit in heel mooi. Een pakt tasje met glittertoestand. Extra accessoires komen er ook aan toe. Natuurlijk de nachtkijker zelf. Handige handgrip. Kunnen we kijken met die doppen eraf halen natuurlijk. Heel niks. Nog batterijen. Of ik moet hem even aanzetten. Kan ook nog. Komen we zo aan toe. Mag ik kijken? Ja, even kijken. Kijk, zo ziet dat in dus eruit. En daar is Robert dan heel blij mee. Dat denk ik wel. Handig draagtasje. Dus ja, we gaan deze even lekker uitvinden. Maar hoe ben je erbij gekomen om deze te kopen? Vertel dat, nou, dat ik is. Ik ben al heel lang op zoek naar een kijker, ja, die je hand kan houden. Ja. Eigenlijk voor je telefoon, om iets meer te zoomelen. Ja. En toen dacht ik van ja, je kan ook. Jij hebt dan een telefoon met een nachtfunctie. Mm-hmm. Die heb ik dus niet.
Nee. Dus dan wordt het een beetje overbodig. Dus ja. Dan zoek ik van nou, voor mijn werk moet je nog eens wat verder kijken. Mm-hmm. Ook in het donker. Dus dan neem ik zo'n klein verrekijkertje, zo'n monokijker. Ja. En toen kwam ik opeens een nachtkijker tegen. Oké. Okay. Van 1500 euro. Ik dacht, nou, dat is een beetje duurder. Mm-hmm. Dus toen ben ik op zoek naar nachtkijkers. Ik heb er eentje van tegen van tientje. Bleek alleen het hoesje te zijn van een nachtkijker. Dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Dus toen kwam ik deze Denver tegen. Ja. Een Denver 450. DVI 450. Oké. Okay. 40 mm lens. 5 keer fixed optical zoom. De NVI 450. Helemaal goed. Dus je bent er wel blij mee? Dat denk ik wel, want hier zitten de accessoires in. Oké. Okay. Waaronder dus een batterij, hoop ik toch. Eigenlijk lekker. Ja, dat is een camera, schatje. Kijk, kabeltjes voor aansluiten. Ja. Een AV-kabeltje. Twee witte en een gele. Jij en jij draait mij weg, lieve schat. Dank je wel. Een oplaadkabeltje. Ja. Een stekkertje. Een schoonmaakdoek. Die heb ik zo meteen inderdaad nodig. Ja, helemaal goed. En een battery. Oplaadbatterijtje. Helemaal goed. Die gaan we meteen installeren. Dat is heel fijn. En daar was ik weer. Ja. Ja. En dan. Dat is een camera, schat. Ga je daarop liggen? Kom eens hier dan. Ja, je bent ook lief. Leid! Zo. Lady, kom. Kom. Hi. Hi.
Ja, we zijn weer eens in Den Helder. En als het goed is, is mama bij de kapper. Ik zou daar naartoe gaan. Dus, ik ben ook onderweg die kant op. Ik ben benieuwd of ze er nog is. Ik had haar al gebeld, maar ze neemt niet op. Hoe toevallig. Maar opnemen zou ik zeggen, hè? Ja. Dus ik ga even kijken of ze er nog is. Ik hoop het eigenlijk wel. Maar ik weet het niet zeker. Nee. Ga kijken. Ja, ze is er nog wel. Ja, ja, ze is er nog wel. Ja, ja. Ja, u neemt ook niet op, hè? Nee, is te moeilijk. Opnemen. Dat zeg ik, dat is gewoon veel te moeilijk opnemen, hoor. Nou ja, dan komen we wel nog in glazen, of niet? Hi. Hi. Alles goed? Ja, met mij wel. Mooi. Goed zo. Nou, Daisy, jij mag het nog vaker doen. Nou, wat gezellig. Ja. Vind ik leuk om te horen. Ja, maar jij durft ook op de vlog. Oh, ja hoor. Je collega, die wil niet, dan met de gezichten niet op. Oh, no. Nou, mezelf op Facebook zetten. Wil je dat ik ook vind dat oké? Dat... Ja, nee, ik vraag, nee, maar ik vraag eerst liever. Ja, dan... altijd goed hoor. Daarom. Beter vragen inderdaad. Oh, juist. Op mijn oor. Ja, dat komt vragen. Ja, lekker toch? Nee, dat vind ik zo erg. Nee, is leuk. Nee, ik kan niks aan mijn oren hebben. Nee, nou echt dus. Jammer dan. Ik zal mijn hand erop houden. Maar die kraan is ook heel vervelend, want dan is hij warm, dan is hij koud, dan is hij heel heet. Die is heel heet. Ja, heel heet. Au. Begonnen tot Amerika. Ja, en dan heb ik hem nu koud, hè. En dan denk ik, oh, is lekker. En dan is hij zo meteen zo koud, dus het is wel wat water. Ja, zo, mama ook weer even gezien. Die wordt weer mooi rood. Mooi rood is niet lelijk, zeggen we dan. Nope. Maar ja, ik ga nog even lekker zo meteen een beetje bijslapen, tot nog wat eten. Dus ik ga dan ook weer gelijk deze vlog weer afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.